Ik ben Daniel Reviers en ik kom uit België en ik lijd sinds 40 jaar aan de ziekte ALS. Ik denk dat dat het perfecte platform kan zijn om de handen in elkaar te slaan, zowel van patiënten als farmabedrijven en andere multinationals die er willen aan meewerken om deze ziekte de wereld uit te krijgen. Ja, want onderzoek naar ALS kost heel veel geld. En ik denk dat dit ook het platform kan zijn dat we op internationaal niveau aan de beleidsmakers, aan de politiek kunnen duidelijk maken dat hier nood aan is. Ik vind TRIKE als een mooi initiatief om de handen in elkaar te slaan en ook aan patiënten te laten voelen dat er dingen kunnen en moeten veranderen. Dat er ook middelen kunnen komen voor het onderzoek te voeren, want onderzoek naar ALS kost veel geld. En dat we ook met dit platform de beleidsmakers, de politiek kunnen beïnvloeden om de dingen sneller te laten gebeuren. Omdat patiënten vandaag het gevoel hebben dat er te weinig gebeurt. En ik vind dat TRIKE daar een serieuze stap in kan betekenen. Wat ik hoop dat TRIKE gaat teweegbrengen is, als we vandaag zien hoe onderzoek verloopt, versnipperd, heel afzijdig, ieder op zijn eigen terrein. Vaak onsamenhangend. Om het zo cru te zeggen, denk ik dat TRIKE meer eenheid kan brengen binnen de onderzoeken en dat er meer transparantie en informatie van de patiënt naar onderzoeker en andersom en naar de farma kan naar elkaar vloeien en dat we zodanig een perfect platform krijgen en een perfecte match daar kunnen uithalen om meer onderzoeken te doen en meer medicijnen te testen. Om TRIKE vooruit te helpen, zou ik aan iedereen vragen om dit platform te steunen, ook mensen die niet getroffen zijn door ALS. Maar iedereen kent wel iemand met ALS, in je buurt, in je vriendenkring, in je familie. Elke euro telt, dus iedereen die wil doneren, zou ik aanraden dit te doen. Maar we hebben ook nood aan grote internationale bedrijven, multinationals. Want die kunnen ons vele stappen vooruit helpen. En ook ALS zo vlug mogelijk de wereld uitkrijgen.